Goedenavond, dames en heren. Ik ben astrofysicus en radioastronoom bij Universiteit van Amsterdam in Astron. Toen ik tiener was in Canada, lang geleden, toen ik nog haar had. ja, dat was echt mij in het video, dat zag je wel. Heb ik het film Contact gezien. En Contact was voor mij een geweldige film. Niet omdat Jodie Foster daarin speelt, ze is wel heel mooi. Niet omdat Matthew McConaughey daarin speelt, hij is ook heel mooi. Maar omdat de Arecibo-telescoop, de werelds grootste radioschotel, daarin speelt. Het is een enorm groot radiotelescoop en daar zag je de Arecibo-telescoop in dit filmpje. En daarmee kunnen we heel zeldzaam, heel zwakke signalen uit het heelal uitvissen. Echt naalden in hooibergen uit het heelal uitvissen. En daar hebben we recentelijk, bijvoorbeeld, ontdekt signalen van buiten ons melkwegstelsel die ons een hoop kunnen leren over de extremen van de natuur. Dus ik hou me vooral bezig met neutronensterren. Wat zijn neutronensterren? Neutronensterren zijn sterren, heel massieve sterren, die ingestort zijn tot kleine bollen, ongeveer zo groot als Amsterdam, die bijna ingestort zijn tot zwaartegaten. En daarmee kunnen we zulke sterren gebruiken om de fundamentele theorieën van het heelal te begrijpen. De zwaartekracht, de deeltjesfysica. En we gebruiken het kloksignaal van zulke neutronensterren, zogeheten pulsars, om dit heel nauwkeurig te testen. Nou, hier in Nederland, waarom werk ik nu in Nederland, want ik ben oorspronkelijk Canadees, hebben we het werelds allergrootste radiotelescoop gebouwd, de LOFAR-telescoop. En dat bestaat in Drenthe. Het is door Astron gebouwd. En daar kunnen we als Nederlanders heel trots op zijn, want dit is een baanbrekende telescoop. Een telescoop die veel groter is en veel gevoeliger is dan ooit eerder. En daar hopen we een veel grotere net te gebruiken om zeldzamere astronomische signalen uit het heelal te vissen, nog dieper te kijken en nog rarere dingen te vinden. Daar ben ik mee bezig met een IRC-project waar we de blikveld van de telescoop veel groter maken, zodat we veel meer kunnen zien van wat er gebeurt in het heelal. Nou, wat is de toekomst van dit vakgebied? De toekomst is echt de hele hemel, de hele tijd. We weten dat als we met zo'n telescoop kijken, dat we kijken in een heel nauwe, klein gebied van het heelal. En er gebeurt een hoop interessante dingen in andere richtingen. Ik hoop dat we over tientallen jaren, 50 jaar, letterlijk de hele hemel continu kunnen bekijken. Nu kunnen we maar een heel beperkt gebied zien. Dat is voor mij de toekomst, want wie weet wat er nog te vinden is. Nou, ik hoop binnen de Jonge Academie mijn motivatie, mijn enthousiasme voor de wetenschap door te geven aan andere tieners. De volgende Matthew McConaughey zijn. En ik ben erg trots om lid te zijn van de Jonge Academie. En ik verheug me op het kans om met jullie te werken in de komende 5 jaar. Dank u wel.